in de categorie Sporter met beperking 2017. Het zilver was voor haar tijdens de World Transplant Games. Hester Eliezen. Het Nederlands elftal kan nog veel van ze leren. G-voetballers SVG. Zij maakt grote sprongen in haar sportcarrière. Marlene van Ganzenwinkel. Tijdens de Olympische Spelen voor orgaangetransplanteerden won tafeltennister Hester Eliezen zilver op het onderdeel damesdubbel. Hester nam niet alleen een medaille mee naar huis. Zij had ook de bijzondere ervaring om tegen mensen te mogen spelen, net als zij, op leven, dankzij een donororgaan. G-voetballers van de Tilburgse vereniging SVG maakt het afgelopen zomer in Luxemburg helemaal waar. Tijdens de Special Olympics was het goud voor deze kanjers. Als een geolied team sleepten zij de ene na de andere overwinning naar binnen. Op naar de World Summer Games. Sinds Marlene van Ganzenwinkel in oktober 2012 via NOC-NSF kennis maakte met atletiek, is ze verkocht aan sprinten en verspringen. En dat ze succesvol is, bewees ze dit jaar tijdens het WK Paraatletiek in Londen. Met een sprong van 5,29 meter sleepte ze de zilveren medaille in de wacht.